Hey iedereen, Wesley hier. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Wesley Review, waarin ik in deze webserie altijd mijn mening geef over de nieuwste muziekalbums, films, musicals en alles wat met kunst en cultuur te maken heeft, inclusief anime-series en videogames. En zoals jullie al een titel heb ik kunnen lezen, ga ik dus een review doen op het nieuwste album van Ozzy Osbourne genaamd Patient No. 9. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. Patient No. 9 is het 13e studioalbum van de legendarische Engelse heavy metal en hardrockzanger Ozzy Osbourne, die bekend staat als The Prince of Darkness. Dit nieuwe project van de nu 73-jarige zanger is ook nog eens de opvolger van zijn vorige album Ordinary Man uit 2020, die ik in het verleden beoordeeld heb op dit YouTube-kanaal. Als jullie willen weten wat ik van Ordinary Man vind, check ook dan mijn albumrecensie van dat album. Het linkje staat hierboven in het balkje van ons in de beschrijving. Maar ja, we gaan gewoon verder met deze recensie. Ozzy heeft het nog steeds in zich om op zijn leeftijd een heavy metal album uit te brengen. Maar er zijn wel wat minpunten die niet onopgemerkt blijven. Het album kampt met een onvasthoudend verloop qua tempo en Ozzy's zangoptreden komt niet altijd overeen met het optreden van zijn band, waardoor hij soms een beetje te vrolijk klinkt. Ook wisten de meeste liedjes geen indruk bij mij achter te laten, ook al zijn grote namen als Eric Clapton, Zakk Wylde, Jeff Beck en voormalig Black Sabbath gitarist Tony Iommi betrokken geweest bij het album. Van wat ik heb gelezen in de teksten gaan de liedjes, heel waarschijnlijk, over de meest recente gebeurtenissen die in de wereld plaatsgevonden hebben. Zoals de recente coronaviruspandemie, de bijbehorende lockdowns en het effect die het gehad heeft op ons, de mensheid en politieke verdeeldheid in de wereld. Zo gaat het één liedje over eenzaamheid, zelfmoordgedachtes, isolatie, depressie, kindermisbruik of zelfs mishandeling. En zelfs het nummer Degradation Rules gaat, dit is geen grap, over iemand die seksueel gefrustreerd is en zich aan het aftrekken is vanwege de lockdowns en de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te werken. En in de songteksten zie ik ook wel hintjes daarover dat Ozzy daarover praat natuurlijk. Dit is ook heel herkenbaar voor mensen die te kamp hadden met de coronamaatregelen en de songwriter komt daardoor ook heel dicht bij huis. Ik kan ook gewoon uit ervaring spreken en ik heb ook dit jaar in begin maart ook corona opgelopen uiteindelijk. En moest wel 10 dagen in isolatie. Maar ik ben er gelukkig weer uitgekomen. Ik heb er geen last van. Ik heb geen long covid, zoals ze het noemen. Maar in ieder geval, de liedjes komen heel erg dicht bij huis, om het zo te zeggen. Ozzy kan nog steeds op zijn leeftijd zingen, maar ik merk gewoon dat zijn optredens op dit album heel clean klinken. Dit komt vooral omdat er gebruik is gemaakt van een soort filter waarmee hij niet vals klinkt. En zelfs op liedjes die wat stoerder klinken, leek het soms of Ozzy heel vrolijk klonk. Wat ik nogal out of place vond, gezien het feit dat de meeste liedjes heel droevig of duister van aard zijn. Zoals ik al eerder gezegd heb, kampt dit album met problemen rondom het tempo en vasthoudendheid. Het is net alsof dit album tijd aan het rekken is, wegens het feit dat sommige liedjes rustig of sloom beginnen en langzaamaan opzwepend worden of eindigen. Hierdoor val ik bijna in slaap van verveling. Wat jammer is, want de muzikanten op dit album doen keihard hun best om een geweldig optreden te leveren. Het is al helemaal jammer dat grote namen als Tony Iommi en Eric Clapton als gastmuzikant meespelen op het album, maar het uiteindelijk niet voor elkaar kregen om indruk op mij te maken. Patient No. 9 van Ozzy Osbourne is een album waarvan ik niet eens wist dat hij uit zou komen, omdat ik dacht dat misschien Ozzy Osbourne vroeg of laat zou overlijden. En toch is het geëindigd als een teleurstellend project van The Prince of Darkness. Het was niet memorabel en de meeste liedjes waren matig op zijn best. Waarmee ik er spijt van heb gekregen dat ik mijn tijd heb verspild aan dit album. En dat is natuurlijk jammer, want Ozzy Osbourne vind ik een hele toffe gast. Ja, een hele grappige gozer op zich. Ook met zijn eigen reality serie The Osbournes op MTV toen de tijd. Ja, het is wel jammer dat het album niet zo goed uit de verf kwam, zoals ik zelf ook gehoopt had. Maar ja, dat is natuurlijk mijn eigen mening. En daar heeft iedereen recht op. Patient No. 9 van Ozzy Osbourne krijgt erom van mij een 4. Nou, dat is dus deze albumrecensie van Patient No. 9 van Ozzy Osbourne. Maar wat vinden jullie trouwens van dit album? Vind je het een goed album of geen goed album? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan er zelf nog iets van opsteken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een gloednieuwe video van mij, oké? Doei doei!